1, 2, 3, ja. De man van de mooie verhalen. Journalist en Bourgondier in één adem. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Wat ik mooi vind aan het monument is dat het een dialoog aangaat met de omgeving, zou je kunnen zeggen. Omdat je daar ook doorheen kan kijken. Dus je kunt door de wielen het landschap zien van Zuid-Limburg. En dat vind ik wel heel mooi bedacht eigenlijk. Ik vond zijn commentaar altijd heel leuk om naar te luisteren, zeker. Dus dat... Het heeft me ook wel, hoe zeg je dat? Daar ben ik wel van de tour gaan houden, zeg maar. Het is Bernard Hinault! Bernard Hinault! Trouvé au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Bewust dit plekje opgezocht om de tour te volgen? Ja, uiteraard. Beste uitzicht van Limburg. Beste plek om de tour te volgen. En dan gewoon op de laptop. Ja, het kan makkelijk natuurlijk, hè? Ja, ik had ze nog hier een minibar moeten maken. Ja, die mis je af en toe. Ja, dat klopt. Daarvoor moet je je eigen spullen meenemen, maar het is hier gewoon geweldig. C'est incroyable. Het is 1984. De ronde van de Algarve. Joaquim Agostinho, nationaal idool, finisht na een zware val over een hond. En het is mooi dat hij hier ook een monument gekregen heeft als commentator, legendarisch commentator van wielrennen. De sigaar, de fles, of althans het glas, zijn krul, het haar. Daarnaast ook zijn microfoon. C'est une belle histoire, c'est une romance. Dat we allemaal maar zo kloten mogen kussen.